Het is niet het enige kampioenschap waarom vandaag wordt gespeeld. Ook de mannenhandballers spelen om het kampioenschap van Nederland. En zij spelen vandaag hun eerste finale wedstrijd. Het zijn de Leeuwen uit Limburg, de Lions dus, tegen Aalsmeer. U hoort Richard van der Maren. Lions beschikt over twee Portugezen, Nuno Rebello en deze João Ramos. Een zeer belangrijke pijler in het spel van Lions. Mark Smits, een rasechte Limburger, werd al eens kampioen met Volendam en ook vorig jaar in zijn eerste seizoen bij Lions. Hij haalde twee Duitsers naar Zuid-Limburg, Mario Bergen en Kai Veldman, vooral belangrijk in de dekking. Zij weten wat het is om een feestje te vieren. De afgelopen drie jaar werd Lions kampioen. En hier staat de coach van de tegenstander, de gelouterde Bert Bauer. Zijn eerste seizoen bij Aalsmeer. Begin dan van deze eerste finale wedstrijd met direct een break aan de kant van Lions. En daar is João Ramos. Belangrijk dus in de aanval. En dat bewijst hij ook weer in deze wedstrijd. Stavast in het midden, de spelbepaler. En het onderhandse schot van opnieuw Ramos betekent dan 2-0 voor de thuisploeg. Lions dat het recht heeft op een eventueel derde wedstrijd vanwege de eerste plaats in de competitie. Niels Dekker scoort dan namens Lions. Goede aanval en dan vanuit de hoek spectaculair Hoyting gepasseerd. Zo blijft Aalsmeer wel bij. Maar is er toch al een klein gaatje van twee goals geslagen. Fout aan de kant van Lions en dan is Kastien snel weg. Vooral belangrijk in de dekking Jimmy Kastien en een prima save van Hoyting. 5-3 de tussenstand en de goal dan van Joris Baert. Mislukte in Frankrijk bij Chartres en keerde terug op het oude nest bij Lions. Wai Wong dan, hij is de architect bij Aalsmeer, speler op middenopbouw. Dan krijgt Ramos hier een duw en een 7 meter van de scheidsrechters Wijnands en Wolbertus. Boomhouwer gaat daar in de fout en een terechte penalty. João Ramos en het verschil loopt op naar 4 goals. Lions met een uitstekende dekking, geconcentreerd. En Aalsmeer komt niet in zijn spel, er gaat veel mis. En de schutters worden maar moeilijk gelanceerd. Hier bijna weer de snelle tegenaanval. Maar Aalsmeer zit er nog net tussen met Van Dam. Hier is Wai Wong, bewegelijke speler. Cruciaal voor het aanvalspel van Aalsmeer. Krijgt daar een sweeper mee, maar de goal wordt toegekend. Het voordeel goed afgewacht. 9-6 dan, nog altijd Lions. Met een verschil dus nu van 3. Ramos maakt de meeste doelpunten aan de kant van de thuisploeg. En zo wordt het verschil 4 goals en is daar Boomhouwer die veel mist vanuit de hoek. De bal in het gezicht bij Luc Hoyting. Prachtig daar in de lucht Boomhouwer. En dit komt hard aan bij Hoyting. Hier is Lambert Schuurs, de assistent-trainer van Smets. Zijn zoon succesvol. Per Schuurs werd kampioen met Fortuna volgend seizoen. Gaat hij naar Ajax, Schuur zelf, record international als oud-handballer. Weer Luc Hoyting en weer gaat het mis aan de rechterkant bij Robin Boomhouwer. Verschil blijft 4 doelpunten. En Bauer is er niet gerust op, was jarenlang bondscoach van de Oranje Vrouwen. Werkte ook bij de Japanse bond en ook in Denemarken. Strafworp voor Lions. Tot ergernis van Marco Verbeij, de keeper bij Aalsmeer. Overtreding gemaakt door Van Dam. Ramos, die bijna niets mist in de eerste helft. En het verschil wordt alleen maar groter. Verbeij verliest het duel van de Portugees. En zo is het 13-8. Aalsmeer voor het laatst kampioen van Nederland in 2009. De club hunkert weer eens naar een prijs. Maar hier de snelle tegenaanval van Lions met Schmeitz, de rechterhoekspeler, razendsnel weg. En dan is het zelfs 14-8. Greep naast de beker. Vorige week Bert Bauer met Aalsmeer. Bevo was te sterk. En ook in de Final Four bereikte Aalsmeer niet de finale. Ging wel meer trainen met Aalsmeer. En er lonken wel weer mooie tijden. Birju Vanu gepasseerd door Ramos, 21-14.
We zitten dan al in de tweede helft als Ouderland hier het verschil toch weer iets terugbrengt. Maximaal verschil tot nu toe, 7 goals. En via Quinten Ouderland komt Aalsmeer iets dichterbij. 5 goals verschil en daar is het Lino Jansen vanuit de hoek. Birish Jovanu met een belangrijke save en dus de kans voor Aalsmeer. Verdediging helemaal open aan de kant van Lions. Dit is uitstekend gehandbald door Aalsmeer. En het is Tim Bottinga die dan Hoyting klopt. Het wordt nog spannend. 4 goals verschil. Lions 3 keer op rij kampioen. In 2015 kwam de grote ommekeer na 3 verloren finales. Waaronder Monique Tijsterman werden alle prijzen binnengesleept. Kamsteeg scoort. Een verschil nu van 3 goals. En de supporters van Lions zijn er ook niet echt gerust op. Een bedenkelijke blik daar bij menig toeschouwer. Weer een snelle tegenaanval en het is Kamsteeg, een snelle speler aan de kant van Aalsmeer die er dan inkomt. En via de paal is het raak. Marsje 2 goals en dan is het zelfs in de slotfase gelijk. Bloedstollend in de Fitland Arena in Geleen. 27-27 en nog net voor de cirkel is het Steins die scoort. Lions toch weer aan de goede kant van de score. 1 goal verschil, Bottinga. Van Dam zet aan en klopt in de lange hoek. Hoyting weer is het gelijk, 28-28. En de tijd is dan heel kort. Aalsmeer nog niet 1 keer op voorsprong en dit is een cruciale redding van Gabi Birjuvanu, de Roemeense sluitpost van Aalsmeer, 29. Al heel lang in dienst van Aalsmeer. Waiwong krijgt hier in de laatste seconde dan een strafworp mee voor Aalsmeer. Gaat het dan toch nog gebeuren in het hol van de leeuw? De overtreding is van Mario Bergen en hier ziet u 34 seconden, 28-28. Heel lang leek het erop dat Lions deze wedstrijd vrij eenvoudig zou winnen. Erik Blauw tegenover Luc Hoyting en het is 28-29 voor Aalsmeer. Een absolute sensatie in de slotfase van dit eerste finale duel om de landstitel. Mark Smits grijpt dan naar een time-out. De laatste kans voor de thuisploeg en zij juichen al een klein beetje, de fans van Aalsmeer. 20 seconden nog, de laatste aanval voor Lions en dan moet alles kloppen. Op het laatste moment afsluiten. Ramos is natuurlijk de schutter, maar speelt de bal naar de hoek. Daar is Smits en de bal gaat er niet in. Birjuvanu groeit uit tot uitblinker aan de kant van Aalsmeer. En zo verliest Lions in eigen huis de eerste wedstrijd om de landstitel. En kan Aalsmeer het volgende week in de eigen Bloemhof in Aalsmeer afmaken. U hoorde Richard van der Maren.